Fietsen en mode. Het lijkt een vreemde combinatie, maar volgens ontwerper Michael Barnaert van Bergen gaat het prima samen. Hij maakte 5 outfits die geïnspireerd zijn op de nieuwe collectie van fietsenmerk Cortina. Maandag werd het resultaat geshowd in Utrecht. Normaal gesproken als ik ontwerp gebruik ik maatschappelijke thema's. In dit geval stond de inspiratiebron eigenlijk al vast, dat waren de fietsen. En elke fiets had heel erg duidelijke kenmerken en een eigen karakter. En dat was heel erg makkelijk te vertalen naar karikaturen, waardoor ik tot modeontwerpen ben gekomen. De meest bijzondere outfit is een roze jurk met een wit lint. Ik gebruik heel vaak linten en strikken in mijn collectie. En dit was bijna een soort summum van mijn stijl. Nou, ik ben meer dan tevreden. Als je het plaatje bekijkt, dan zie je dat het helemaal mixt bij elkaar, alsof het ervoor gemaakt is. Het idee achter de show, die gepresenteerd werd door model en presentatrice Anouk Smulders, is dat mensen met hun fiets kunnen uitdrukken wie ze zijn. Ik denk in het straatbeeld dat we steeds beter gaan kijken naar fashion en dat een hele hippe fiets gewoon iets is wat je absoluut thuis moet hebben. De jongere doelgroep, die willen met hun fiets laten zien wie ze zijn. En dat willen ze ook met de fashion. De mode die ze dragen. Dus die twee zaken kun je heel mooi aan elkaar koppelen. Naast de fashion show konden de bezoekers ook genieten van het optreden van een fietsartiest. Ik vond het een hele mooie show, indrukwekkend. Leuk, verfrissend concept. Ja. Heel goed. Ja? Ja. Ik vond het erg leuk. Mooi idee om fietsen en mijn mode te combineren. De presentatie, het verhaal eromheen, eigenlijk alles. Welke outfit of welke combinatie vond u het mooiste? Die roze, met die roze fiets. De vrouw met de vogeltjes trouw, die vond ik toch al het allermooiste, met de bruine fiets. De samenwerking tussen Cortina en Michael Barnaert van Bergen is niet eenmalig en smaakt naar meer. Dit najaar brengt het fietsenmerk een limited edition uit, waarbij de consument een sjaal van de modeontwerper cadeau krijgt.